Google. Hé, hey, Pavarotti. Hebben u tegen mij? Wat is dit? Een schouder? Nee. Dit. Een schoudervulling? Ja, wat wil u nou van mij? Ik ben een getrouwd man. Het gaat erom wat op die schouder ligt. Oeh. We hebben hier hele goede shampoos tegen. Tegen kalk. Kalk? Nee, dat doe je weg met een beetje water. Nee, ik heb het over roos. Nee, het is geen roos. Het is kalk. Ja, als de kalk uit je kop komt, dan kun je beter even langs de dokter gaan. Nee, dat kalk komt van boven, van het plafond. En valt niet alleen op mijn schouders, nee, door het hele kantoor. Als ze flink met de deuren slaan, dan zit ik hier in een sneeuwstorm te typen. Wat doen wij hier aan? Ja, dat moet je maar even met Lex hier opnemen. Wat? Tante Luus heb last van spul op de schouder. Oh, maar daar heb je hele goede shampoos voor. Het is kalk. Kom van boven van dat plafond, dat moet Bertus laten maken. Ik wil de huurwet daar wel even bij pakken. Nou, dat zou ik zeker doen, maar er staat namelijk in dat de huurder als zodanig verantwoordelijk is voor het onderhoud van den binnenboel. Heb ik gelijk of heb ik gelijk? Mag ik het zo formuleren? Je hebt gelijk. En meester Lex kan het weten, want die heeft er van mijn centen heel hard voor doorgeleerd. Daar mag je wel eens wat aan laten doen, jongen, aan dat plafond. Je hebt gelijk, maar... Maar wat? Maar jij wilde meer huur, dus heb je ons de verdieping gestoffeerd verhuurd. En dat betekent dat jij verantwoordelijk bent voor al het onderhoud. Die maakt fouten? Gestoffeerd, dat betekent een kleedje op de vloer. Ik ken dat toch moeilijk kamerbreed tegen een plafond spijkeren? Wanneer beginnen de werkzaamheden? Wanneer heb je tijd? Ik? Ja, jij. En die advocaat van kwaaie zaken hier. Als we allemaal meehelpen, hoeft het niet te duur te kosten. En dan kan ik misschien die forse huurverhoging voorkomen. Misschien, misschien. Ik voel er niets voor om te helpen. Ik voel er ook niets voor om te helpen. Kan iemand mij misschien even komen helpen? Wat is dat? Nou, ik kan wel zien dat u nog van voor de oorlog bent. Zoiets noemen wij een televisie. Mag ik vragen, collega, waar wij dit ding voor nodig hebben? Hoeveel het heeft gekost en welk fonds je daarvoor hebt aangeboord? Nee. Zo, ik dacht dat die hier wel aardig stond. Vind je ook niet? Nee. Collega, dit toestel heb ik uit eigen zak betaald, dus de prijs gaat je niets aan. In dat geval staat hij daar prima. Ik vind het toch een soort van verloedering op kantoor. Het is wel een knappe hoop geld gekost, je aandeel in de zaak verkocht. Geld, 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 geld. Iedereen praat maar over geld. Mij hoor je er niet over. Nee, hij die zijn buikje rond heeft, praat niet van brood. Toevallig had papa dit weekende besloten alvast een stukje van zijn erfenis weg te schenken. Niet heel veel, maar wel belastingvrij. Wat betekent niet heel veel? Nou, het is niet dat ik zwem in het geld. Nee, maar pootje baantje kan ook lekker wezen. Zo, die zit. Even kijken. Hier moet ik wezen. Nee hoor, Bertus, meer naar rechts klonk het holler. Laten we nou niet over politiek beginnen. Ik boor dat gaatje wel, daar heb ik voor doorgeleerd. Doe jij de stekker nou maar in stopcontact. Een stopcontact? Ja, daar. Verrek zeg, is die nieuw? Hoogst persoonlijk vanmorgen aangelegen. Stop hem er maar in. Stop hem er nou weer in. Hij zit erin. Hij doet het niet. Heb jij er weer aan gezeten? Hé, hey, kijk uit joh. Ik had wel in mijn oor kunnen boren. Als je snel met die stekker heen en weer gaat, dan doet hij het wel. Hé. Hey. Gut, professor, wat kan dat toch wezen? Wisselstroom. Nou, daar gaat hij dan. Dus even kijken. Bertus, weet je zeker dat je daar goed zit? Ja, ken niet missen. Daar komt hij. Hey! Ah, wat is dat nou? De waterleiding? Nee, er niet kraken waar water van. Nou, Bertus, doe iets. Dit wordt een verschrikkelijke troef. Zeker. Maar het is wel duidelijk wie dat opknappen gaat betalen nou. Mijn polis. Waar is mijn polis? Polis. De hoofdkamer. Die vrouw die kent niet tegen stress. Ja, maar Bertus, ook niet. Doe het. Dit zijn schoenen van 295 gulden. Ja, voor de verzekering komt er dadelijk wel 50 gulden bij. Dat is een goed idee, Bertus. Ik was toch wel een nieuwe toe. Ik weet zeker dat hij het expres gedaan heeft. Ik zou blij zijn als jij je hand uit je mouwen zou steken. Flinke dweil pakken en niet zo zitten emmeren. Dames, nergens aankomen. Het corpus delirium moet zo blijven leggen totdat de verzekering geweest is. Daar was ik weer. Wat zegt u? U hebt het druk, maar u stuurt wel een taxateur. Fijn, dan zal ik het zelf eerst even taxateren en dan kan die gauw weer weg. Hé, dank u vriendelijk. Het moet toch wel geweldig voor jou zijn dat je nou zo rijk bent dat je je hele leven verder voor de televisie kan blijven hangen, LJ. Integendeel, Bertus, dit toestel is er om mijn bezit te kunnen consolideren en eventueel vergroten. De kapitalist heeft de pech dat hij hard moet werken om zijn bezit te verdedigen. Ik leef met je mee.
Wat moeten we nou met de beurspagina? Daar moet ik mee werken, Lex. De aandelen in de gaten houden. Kijk, kijken of ze stijgen of dalen. Kopen, verkopen, kortom... Speculeren? Begin jij daar nou niet aan, LJ. Dat zijn gevaarlijke spelletjes. Het woord zegt het al. Speculeren. Dat moet je leren. Heel leuk, Bertus. Heel leuk. Maar hier ben ik toevallig voor in de wieg gelegd. Als jij geld hebt, jongen, dan laat je het gewoon leggen. En als je dan gewoon de rente pakt, dan heb je kaas op je brood. Dat heet niet voor niks beleggen. Papa heeft mij die aandelen in vertrouwen geschonken en ik zal hem niets teleurstellen. Nee, je zal het wel weer verknoeien. Maar ja, dan zal die oude zo zachtjes dan wel aan gewend zijn. Nee, 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 het is niet waar. Oh nee, is het niet waar? Nou, het is wel waar. Hallo, Laurens-Jan Bolsenbroek. Die aandelen Holland Techniek onmiddellijk verkopen. Nu. Dank u. Wat verkoopt hij nou? Lucht. Dat heeft mij in 5 seconden 3000 gulden rijker gemaakt. Dat is per seconde toch al gauw... Nou... een boel geld. Jo, en dat voor lucht. Nou, ik ken een hoop dure luchtjes, maar dit slaat alles. Die tv staat er nog niet of hij heeft zijn geld al opgebracht. Ja, en er is vanmiddag ook nog sport op. Heren, mag ik jullie helpen herinneren dat er ook nog gewerkt moet worden? Luus, niet zeuren. Het geld stroomt binnen. LJ, maak jij een afspraak met de Fiat of wacht je gewoon tot ze binnenvallen? Wachten doe ik zeker niet, Bertus. Het financieel weekblad is uit. Dat pik ik meteen even op. Ja, dat is pure interesse, hoor, want alle fondsen zitten in mijn hoofd. Oh, dan is dat het. Want zijn verstand kan het niet wezen. Bertus. Even niet, Sjaan. Ik heb een vraag, Bertus. Zit te rekenen, Sjaan? Ja, ik ook. In dat geval is het antwoord nee. Want dat is de overeenkomst tussen jou en dit papier. Kom allebei in mijn nadeel uit. Als ik boven de boel op laat knappen, kost me dat 3000 gulden. Maar qua waterschade kom ik nog maar tot de 2. Hoe kan het nou dat zo'n LJ in 1 seconde per telefoon 650 gulden verdient? Sjaan, haalt die dollartekens uit je ogen. Doet ze in een brillenkoker en gooit ze in het lel. Want dat wordt helemaal niks. Zoals alles waar dat natte gimpie bovenaan begint. Ga je naartoe? Even naar boven. De schade opnieuw taxateren. Dat scheelt de verzekering een hoop werk. En mij een hoop geld. Zie je wel, zie je wel. Ik wist het wel, ik wist het wel. Ze stijgen, ze stijgen. Wat een heerlijk gezicht. Hij wordt er helemaal opgewonden van. Ja, Luus, maar dit is ook de harde porno van de jaren 80. Kijk eens eventjes. De naakte cijfers. Oh, en dan al die nullen achter op elkaar. Oh, ik wil niet dat je kijkt, Luus. Breng je maar op gedachten. En je ziet het overal om je heen. Hier, de vieze blaadjes. En het is allemaal surrogaat. Want ze hebben het geld niet meer eerlijk in handen. Nee, ze zien het op televisie. Of ze zitten stiekem in een hoekje en ze lezen erover. De vieze rikken. Zeg, Lex, over geld gesproken. Kun jij mij even wat lenen? Hoor ik dit goed? Vraagt een Bolsenbroek dat aan een tichelaar? Het is net een Eskimo die een ijsje bestelt. Nee, nee. Ik kan jou niks lenen. En ik hoef jou toch ook niks te lenen? Jij was toch stinkend rijk? Nou, kom. Stinkend, tuurlijk, rijk. En sinds kort 3000 gulden rijker. Ja, maar Luus, dat heb ik toch niet cash? Dat heb ik allemaal belegd. Ik heb zoveel mogelijk aandelen gekocht van de aanbrongen van 1789. En die staan nu al op 55,30. Nee, 55,45. Het is niet waar. Waar gaat dit over? Het is een verzekeringsmaatschappij. Het is een gouden tip. En als ik jou was, Lex, zette ik ook al mijn geld op die aanbrongen. Nadat je mij wat geleend hebt natuurlijk. Wat is dat voor een gouden tip? Voor een vriendje op de golfbaan. Ah, voorkennis. Nee, geen voorkennis. Voorkennis is strafbaar. Gewoon een tip, meer niet. Ja. Alright, hooguit had dat vriendje voorkennis, maar daar had ik weer geen voorkennis van. Ach, wat ouderwets kapitalistisch via een tip op de golfbaan. Nee, dat is toch geen manier van doen voor een moderne jup? Toch hoor je het steeds van meer mensen. Dat wel, hoor. Ja, dat ze van het dak springen of door de dubbele beglazing. Ja, dat hoor je steeds vaker of een slaappilletje of 30 te veel nemen. Ach, hou je centjes toch in je zak. En als jij eens wat anders op je brood wil dan een belegen stukje aanrongen van 1929, dan neem je maar een handje uit de kleine kas. Dank je. Maar dat zal toch moeilijk gaan, want sinds hedenmorgen is de kleine kas ook kleine belegger. Wat? Heb je met dat geld aandelen gekocht? Een paar aanrongetjes, ja. En datzelfde geldt voor onze gezamenlijke rekening courant bij de bank. Wat?
kleine belegger? Nou, klein, klein. De koning had net zijn nota betaald, dus het woord klein lijkt me niet direct relevant. Zeg, zwakbegaafd. Dan ben je wel helemaal fris in je hoofd. Dat zijn gezamenlijke fondsen, daar kun je niet zomaar aandelen van kopen. Daar moet je met je klamme handjes vanaf blijven. Nou ja, kom nou zeg. Ik handel tenminste in ons gemeenschappelijk belang. Jij leent zo vaak uit onze gezamenlijke fondsen voor je eigen loon, notabene. Ja, maar dat geld dat komt altijd weer terug. Dit geld komt ook terug, maar dan met de koerswinst erbij. Ik wil die koerswinst helemaal niet en in jouw geval wordt het toch weer verlies. En daar heb ik helemaal geen trek in. Het is ook altijd hetzelfde. Nooit kan Laurens Jan Bossenbroek eens een keertje iets goed doen. Nooit kan Laurens Jan Bossenbroek eens een keertje iets tot een goed einde brengen. Nou, wacht jij maar af. Over een paar dagen zul jij het wat zien. En als je niet wilt delen in de winst, nou, dan lekker niet, joh. He? Zoek je toch een andere partner? Ja, toch? Niet dan? Waar ga je heen? Ik ga naar de bank. Peuter, ik daal een leningje los. Daar ben je. Ik heb het gevoel of ik in een heel raar toneelstukje sta. Maar dat is nog niet het ergste. Wat dan wel? Ik heb het al 10 keer gezien. Wat moet jij nou met aandelen? Jij hebt er geen verstand van, ik heb er geen verstand van. En die hoge zij hierboven, die heeft er al helemaal geen verstand van. Hoe weet jij dat nou? Omdat hij nergens verstand van heeft. Voor hem geeft dat niet, voor hem maakt dat niet uit. Als die oude Brossenbroek vandaag of morgen van plan is om zijn pijp aan de willigen te hangen, dan hoeft die jongeheer zijn hele leven niet meer te werken. Maar wij hebben het geld niet. Wij moeten het huis opknappen. Bettes, als straks dat geld komt binnenwaaien, dan kennen wij van het paleis ons paleis maken. Zet het uit je hoofd, Sjaan. En bovendien kan ik doen en laten met de inhoud van de koektrommel wat ik wil. Al geef je het in kleine stukjes aan de visje. Nee, dat vind ik nou weer zonde. Nee, ik ga mijn geld... Of nee... Mijn liggende tegoeden omzetten in fluctuerende activa. Die het na de pari-emissie via een hoos- en een beste strategie in een wisselende markt moeten brengen tot winnende boemers. Weet jij nou zelf wat je gezegd hebt? Ik bedoel, ben jij in de olie of zo? Olie? Nee, dat is veel te riskant volgens LJ. Wij gaan investeren in een solide verzekeringsmaatschappij. De Amerongen van 17 zoveel. Sorry, Sjaan. Maar ik voel een hoos van die fluctuerende actua strategisch door mijn slokdarm boemen. Ik moet even op zoek naar een tijltje. Die Amerongen moet je van me vasthouden, hoor, Henri. Collega, wij hebben een zaak. Dat betekent dat er af en toe gewerkt moet worden. Die kun je gerust verkopen, hoor, ja. Weet je wat, Lex? Doe jij het werk, verdien ik het geld. Hè? Ik kan niet werken zonder telefoon. En jij verdient jouw geld met het verkeerde werk. Aan mijn telefoon. Jij laat de zaak verslonsen. Jij gokt met het bedrijfskapitaal. Weet je waar jij mee bezig bent? Jij drijft onze zaak naar de afgrond. Henri, ik geef je Jaap even. Jaap, daar komt ie. Collega, mag ik jou erop wijzen dat de aandelen Amerongen hedenmorgen weer met 11 centen zijn gestegen? Gefeliciteerd. Heel goed, Henri. Het is zijn schuld. Wat nou weer? Dat ik de straat op moet op zoek naar een telefoon. Ik moet dus weer het café in. Maar Lex. Niks te Lex. Zij die gaan zwerven, groeten u. Uitstekend, Jaap, uitstekend. Luus, maak je geen zorgen. Die trekt vanzelf bij als onze rekening courant weer bijgetrokken is. Gaat het echt nou wel goed met die aandelen? Luus, als ik nu zou verkopen, hè, dan zou ik eens even kijken... een hele mooie winst maken. Nou, niet dat ik er zo voor ben, hoor. Maar uit principe eigenlijk ook niet tegen. Ik bedoel, ik heb een beetje geld gespaard om met vakantie te gaan naar Oostenrijk. Mm. Nou, ik ga liever naar Aruba. Komt u verder, heer. Gaat u daar even zitten. Dank u. U bent eigenaar van het gehele pand? Ja, de rotzooi boven, hè? Nou, ik vind dat de schade wel meevalt. Meevalt? Vindt u niet? Ja, er is wat waterschade, maar de rest dat lijkt me meer werk van die boer. En het lijkt wel of er iemand met een hamer heeft huisgehouden. Met een wat? Een hamer, zo'n ding met een steel, een ijzer, daar kan je spijkers... Oh, u bedoelt een moker. Wat wou je daarmee zeggen? Nou, niets, maar u begrijpt dat mijn maatschappij natuurlijk geen schade kan uitkeren die... Nou ja, laat ik het netjes zeggen, die niet direct onder de polisvoorwaarden valt. En waterschade, ja, dat is altijd een probleem, hè? Wat is eigenlijk helemaal wel gedekt en wat is eigenlijk helemaal niet gedekt? Begrijpt u? Nee, het is een troep boven. Je loopt met je naveltjes op in het water. Het spoot zo regelrecht in die dure computer. Om nog maar te zwijgen van de halve zopen jurisproductie.
Ja, dat kan natuurlijk net zo goed een emmer water zijn geweest. Die is omgevallen bij het ramenlappen. Nee, als ik de boel zo eens optel... Ja, dat heb ik al voor u gedaan en ik kom aan een fix bedrag. Dat begrijp ik ook nog wel. Maar weet u wat het is? De mens is voor alles verzekerd. Behalve voor datgene waar die schade aan heeft. Praktijk. Oh. Zo. Nou. Heb ik voor u ook nog een praktijk. Boven, een advocatenpraktijk. Ik kan u verzekeren dat daar een briljante jonge advocaat huist die van mijn centen hebt door mogen leren. En die heb grotere dan u op de knieën gekregen. Ooit gehoord van de Oude Waterse onderlingen? Hoe zegt u? De Oude Waterse onderlingen? Nou, nee. Nee, dat klopt. Die wilde ook niet uitbetalen, is sindsdien niets meer van vernomen. Meneer, laten we er geen probleem van maken. Ik wil me recht of jullie gaan kapot. Ja, kapot gaan we toch wel. Meneer, neemt u nou genoegen met een kleine uitkering? Kijk, tegen de tijd dat u een proces gewonnen zou hebben, dan bestaat de Amerongen al niet meer. De Amerongen? Ja, het is natuurlijk niet officieel. Maar als ik de geluiden op het bedrijf goed begrijp, dan staan we er niet zo best op. Nou, dat is dan niet omdat jullie te veel uitbetalen. Slechte bedrijfsvoering, dubieuze beleggingen. Kijk, ik zeg het niet voor mezelf, maar ik zou het lullig vinden als u helemaal niks kreeg. Zullen we zeggen 1500 gulden? Oké, maar dan verdien ik er niks aan. LJ, die tip over die van Amerongen, heb jij dat ooit nagetrokken? Bert, ik ben geroerd door je betrokkenheid, maar nee, dat heb ik niet gedaan. Nee, daar was ik al bang voor. Maar stel dat jij een goede gouden tip zou krijgen, zou je dan de hele wereld gaan overbellen met het gevaar dat een ander met jouw winst vandoor gaat? Als het een tip was van een vriendje van jou wel, ja. En als ik jullie een goede raad mag geven, verkoop zo snel mogelijk al je aandelen van de Van Amerongen van 4045, want dat bedrijf staat op instorten. Bertus, wat fijn dat jij het beter weet dan de beurs, joh. Maar de cijfers die spreken toch een hele andere taal, hoor. Joh, je moet een 06-nummer beginnen. Bertus beurstips. Joh. Ik heb dit uit zeer heldere bron, Eikelenstein. Oei, dat is voorkennis, Bertus. Dat is voorkennis. Dat mag niet. Dat is strafbaar zelfs. En inderdaad wel heel toevallig, Bertus de Vries. Dat is zeker weer een van die oude trucs van je, hè? Trappen wij niet in. Sjaan, luister. Nee, ik luister niet. Sjaantje... Jij kan het niet hebben dat ik toevallig mijn grote slag ga slaan. Ken jou toch? Sjaan, appelgebakkie. Ja. Zo jongens, ik zie jullie maandag. Ik heb namelijk van het weekend een golftoernooi. In Dinan, België. En dat is veel verder weg dan je denkt. Ik word over een half uurtje thuis opgepikt. Ik moet zo weg. Ik kan dit niet geloven. Het gaat golven. Maar goed, LJ, ga jij maar golven. Als ik toch al het werk alleen moet doen, ga jij maar de rest van je leven golven. Jongens, laten we het leuk houden. Ja, ik lach me rot. De hele zaak gaat naar de bliksem. Maar oh, wat hebben we lol. Ja, maar jij doet echt niet alles alleen, hoor, Tegelaar. Wat ik doe, dat is heel normaal op grote kantoren. Men schuift met het bedrijfskapitaal om de eindejaarscijfers een beetje op te krikken. Ik heb zin om jou eens wat op te krikken. Ik heb hier nu genoeg van. Zo, die telefoons die gaan terug op hun plaatsjes. Die vieze blaadjes gaan hier weg. En jij, Petje, jij gaat hier ook weg. Doei! Nou ja, wat een niveau zeg. Nou, inderdaad, ik ga weg. En deze, kijk, deze, die neem ik mee voor op een hotelkamer, hè? Die kijk ik vanavond nog wel even in. Ik heb namelijk geen moeite met lezen. Hij wel. Zo, hier. Ja. Ah, zo. Als jij zo graag de koers erbij wil houden, dan doe je dat maar hier. Maar van mij mag je in het kring ook tegen elk aannemelijk bod verkopen. Ik neem aan dat je het hebt over de tv. Bertus, kan jij mij wat geld lenen? Ik ben helemaal blut. En onze kleine kas schijnt eigenaar te zijn van enige aandelen Amerongen. Bijzonder spijtig voor jullie kleine kas. Hmm. Je begint er niet weer over, hè? Nee, hoor. Kom maar, jongen. Ik heb hier altijd nog wat geld leggen voor... Kijk nou wat. Het is allemaal weg. Hoe kan dat nou? Nee, hè? Ik wou zo graag dat jij ook wat zou verdienen. Dan had je dat geld daar moeten laten leggen. Ho, ja, maar... ho. Ik beroof wel een oud vrouwtje. Besef jij dat jij ons geld...
Dat jij mijn geld hebt gestopt in een zaak die zo goed als zeker op zijn kont legt. Dat zijn allemaal kletsverhalen. Verzekeringsmaatschappijen, Sjaan, zijn om een poot uit te draaien. En zeker die van Amerongen, want die is heel slecht van betalen. Oh, nou begrijp ik het. Jij wil dat mijn verzekeringsmaatschappij jou gaat spekken. Jij wil zo'n geld verdienen met niks doen. Nou, ik ben geen asociaal, ik ben geen aandeelhouder. Voor zo'n klein beetje waterschade de verzekering oplichten voor duizenden guldens. Dat geld moet ergens vandaan komen, Bertus de Vries. Dat moeten de aandeelhouders zeker betalen. En als ik pech heb, dan ben ik aan de beurt. Dan gaat het van mijn aandeel af. Dan zitten ze daarboven in een prachtig kantoor. Van mijn 3000 gulden, dat is pas asociaal. De aandelen Amerongen op naam van Bolsebroek en Tichelaar verkopen. Ja, dat kan best dat ze nog stijgen. Maar ze stijgen mij zo langzamerhand mijn strot uit. Verkopen. Oh. Nou, dat is dan mooi op tijd. Ja, dank u. Is dat niet zonde? Dat ik de zaak van de ondergang heb gered? Ja, misschien is dat wel zonde. Bolsebroek verdient het niet. Maar ik wil mijn geld terug en ik was net op tijd, want de beurs schijnt nu te sluiten. Had je het niet eerst aan Elie moeten vragen? Die vraagt mij toch ook niets meer? Ik heb er genoeg van. Zeg, Luus. Ik heb honger. Zou jij me wat geld willen lenen? Ik wil wel, maar ik heb het niet. Hier komt ten spreekwoordelijke aap uit den mouw. Ook Luus is gevallen voor de mammon en heeft haar zuur verdiende kapitaaltje belegd in dat vreselijke Amerongen. Ik vrees dat je een beetje gelijk hebt. Voor zo'n beetje waterschade kun je toch eigenlijk niet de verzekeringsmaatschappij laten opdraaien? Dat is toch asociaal? Amerongen diep in de rode cijfers. Verwacht verlies dit jaar 42 miljoen. Goedemorgen. Ik heb het nog zo gezegd. We konden toch ook niet weten dat dit weekend de jaarvergadering was. En dat de cijfers zo slecht zijn. Dag, aandeeltjes. Dit is allemaal Bertus schuld. Ik heb jullie nog gewaarschuwd. Je had de verzekering niet moeten willen oplichten. Voor 42 miljoen? Intussen kelderen de aandelen al dik een uur. Ja, en niemand behalve LJ kan jullie aandelen van de hand doen. Gefeliciteerd. Nou, als het zo doorgaat, dan kom ik niet verder dan Valkenburg. Ik hoop maar dat LJ gauw komt. Oh, nee, die komt niet meer. Die laat hier de eerste 42 jaar zijn gezicht niet meer zien. Oh, nee, die stapt straks hier vrolijk binnen, want die weet nog van niks. Die komt zo uit België, die heeft nog geen krant gezien. Maar hij is van harte welkom. Ja, ik heb een voorstel. Jij houdt hem van achteren stevig vast. Dan laat ik de meisjes even zien wat beurs nog meer kan betekenen. Nee. We vragen hem heel vriendelijk of hij goed heeft gespeeld van het weekend. En of hij goed heeft geslapen. We bieden hem een kopje koffie aan. En daarna slaan we hem in elkaar. Nee. Daarna vragen we hem of hij de krant al heeft gezien. We geven hem de krant. En dan kijken we of hij nog lacht. Ik weet het niet. Ik ben toch meer een man van de directe aanpak. Goedemorgen, beste mensen. Hij wel. Goedemorgen, LJ. Goed gespeeld van het weekend? Nou, laat ik daar bescheiden over zwijgen. Maar goed geslapen. Uitstekend, dank je. Kopje koffie. Krantje, pagina 2, links bovenaan. Zijn de zenuwen. Amerongen op zijn kont. Luus niet met vakantie, Sjaan en Bertus met de bijstand. Iedereen is zijn geld kwijt, maar de jongen in Bolsebroek die komt niet meer bij van het lachen. Iedereen zijn geld kwijt? Hoe kom je daar nou toch bij, zeg? Ik zou juist willen zeggen dat we allemaal een aardig winstje hebben geboekt. Is het de shock of heb jij van dit weekend zo'n klein hard balletje tegen je fontanelletje gekregen? En eigenlijk, Bertus, moeten we jou daar dankbaar voor zijn. Want toen jij een paar dagen geleden aankwam zetten met die voorkennis over die Amerongen, heb ik nog eens goed nagedacht en de hele bubs diezelfde vrijdag nog verkocht. Verkocht? Verkocht.
Joh. Ja. Kijk, je werkt met geld van anderen en dan kun je je, ook al gaat het maar om een gerucht, geen grote risico's permitteren, toch? Aruba! Aruba! Ik ga meteen boeken. Zariba, zariba! Oh, Bettes. Ik ben zo opgelucht. Ik beloof je dat ik nooit meer aan je geld zal komen. Oh. Ja, voor aandelen dan. Oh. Nou, in ieder geval kunnen we hier de boel nou op laten knappen dankzij de verzekering, ondanks de uitkering van de verzekering. Ja, want dat begrijp ik nou toch niet, hoor. Wat? Dat jij je door zo'n lummel van de verzekering laat afschepen met een fooi. Jij hebt die aandelen niet verkocht. Ik heb die aandelen wel verkocht. Vrijdagmiddag? Vanmorgen. Bij de opening van de beurs. Nadat ik aan de grens een krantje had gekocht. Toen waren ze dus niks meer waard. Hoe kan je die mensen dan wijsmaken dat ze geen verlies hebben geleden, Oen? Omdat ik dat verlies uit eigen zak zal bijbetalen. Daarom, Oen. Oh, jij houdt de eer aan jezelf. Tuurlijk. En daarbij, die arme mensen, zeg. Die arme mensen, ja. En intussen blijft Laurens-Jan Bolsenbroek de grote beursspecialist. Dat heeft ergens heel in de verte ook wel een beetje meegespeeld. Ja, nou en? Iedereen is toch tevreden? Ja, dat mag dan wel een paar centjes kosten. Een paar centjes. Een paar centjes. Je hebt het over het hele voorschot op de erfenis van papa. Ik weet een prima manier om dat weer heel snel terug te verdienen. Werkelijk? Zo'n gouden tip. Werken.